Henk Gemser, we zijn één dag na de grootste Olympische blunder ooit. Hoe heb jij de afgelopen 24 uur ervaren? Nou, je verplaatst je natuurlijk in de situatie van die kerels. En alle andere zaken die dus voorbij, dus hun situatie, gewoon fysiek er zijn, die slaan nog even over. Als je dan alle autorijden naar Wisselen, nadat dus ik op een of andere manier vanuit mijn oriëntatie de situatie van Gerard en van Sven had afgehecht en had overgegeven aan de TVM-familie, waar Geert Kuiper natuurlijk een van de eerste is waar Gerard wat aan heeft. Toen moest ik toch even in de tijd terug. En het was ook Canada. Het was ook 1988. Hier niet zo ver vandaan, ja, 1000 kilometer of zo. Maar toch Calgary. Mocht ik met Gerard op de Olympische Spelen zijn. Hij was toen een spotter en ik was zijn coach. En verdorie, op de 10 kilometer na 4 ronden kwam hij te vallen. Hij had goud kunnen pakken. Ja, hij was de beste. Ja. En in die zin herhaalt de geschiedenis. En dat is te constateren. Dan kom je met Sven Kramer in aanraking na de afloop van de race. Wat zeg je dan tegen hem? Dat weet je van tevoren niet, hè? En dat heeft ook te maken met de geur die het moment heeft. Je hebt Gerard en Sven weer bij elkaar gebracht. Nee, dat is niet zo. Ik heb wel de regie gehad inderdaad in datgene wat er op de middentijd gebeurde. Door Sven eigenlijk dus dat toch te sturen naar datgene wat niet meer in het zicht was. Nog van jullie, nog van anderen. Want daar heeft niemand wat aan. En Sven zeker niet, want daar is hij te groot voor. En het is een handgranaat. Hè? De pin is er nog net niet uit, maar hij staat op exploderen. En er werden dus ook echt krachttermen gebruikt. Ik heb wat gezegd, weet ik niet meer wat. Maar, ja, en dan kom je weer heel dichtbij en dat doe je zoals je doet. Dat doe je vanuit misschien wel je hart ingegeven. En mijn senioriteit en mijn kalende kop, ja, die rechtvaardigt dat ook wel een beetje. En dan gaat hij weg en dat doet hij. Dat is prima. En Gerard en Sven moesten ook uit elkaar. En vervolgens heb ik dus Gerard toch een beetje op het middentrein kunnen houden. Hij was eerst niet aanspreekbaar. Ja, je sprak hem aan, maar je bereikte hem niet. En ik vind Gerard zo groot dat ik heb geprobeerd hem van de grond af te krijgen. En dat lukte niet. Want vanuit die positie zit je altijd op Gerard neer te kijken. En dat mag niet, hè. Nou ja, op enig moment ging hij wel op de bank zitten. En dat is goed. En daarna weet ik dat hij dus bij de pers nog weg moest. Want het was nog chaos in zijn hoofd ten aanzien van het plan van aanpak. Want hij denkt in plannen, hè. En hebben we hem toch mee kunnen nemen naar dus de parkeergarage beneden, waar ik een auto heb van de organisatie. En die was open en dan kon hij dus mogelijk in plaats nemen. Gelukkig kwam Arthur en later ook Geert Kuiper kwamen erbij. En kon ik dat even een beetje daar op locatie loslaten. Heb toen gezien en gesproken met Sven en die ging op de fiets weg. En daardoor bleven Gerard en Geert uit elkaar. En dat was me tot genoegen, want het had geen kans binnen dus het zichtveld van jullie om zelfs een ontmoeting te hebben. En dat was met de tevredenheid en letterlijk een cooling down. Nou, daarna dus, was Gerard bereid na enige aandringen om dus een, toch in ieder geval een verklaring af te leggen. Die dus daarna onder mijn begeleiding op afstand, 2-3 meter dus er vandaan, ook een vraag en antwoord werd. En daar deed hij heel volwassen en keurig. En daar had ik een dysenergie in dat er een begin en een eind moest zijn. En ja, goed. Dan is het op het ogenblik niet meer van Gerard dat hij dus coaching en sturing krijgt. Maar dat accepteerde hij toch en dat was voor hem goed en voor mij aangenaam.